Ik ben hels. Ik wil gewoon naar buiten. Al wil ik 10 keer op de dag naar buiten, ga ik 10 keer naar buiten. Ik wil gewoon mobiel zijn. Dat is toch niet normaal? Kom ik van de 3e etage. En dan moet ik er 8 keer uit om een ander stoeltje te nemen. Hoe lang doet u daarover? Ja, dat heb ik nog niet geprobeerd, want daar begin ik niet aan. Ja, tuurlijk ben ik daar boos om. Ik woon hier 33 jaar. Maar dit is niet te doen. Nee, zeker niet. Met 3 kinderen, plus als je boodschap hebt en ik heb een zware tas. Afgelopen maandag hing ineens dit briefje op allebei de liften. Bewoners moeten met de trap. Er is acuut gevaar volgens de liftfabrikant door een technisch mankement. Gezinnen, ouderen en chronisch zieken kunnen niet met de trap, ondanks de trapliften die geïnstalleerd zijn. Ik ben heel erg boos. Maar het enige wat hij doet is piepen. Als hij het al zou doen, dan kan ze nog niet naar beneden. Als zij zelfstandig naar beneden zou willen, dan zou ze de rollator moeten laten staan. En dan beneden kan ze niet meer verder, want ze kan niet lopen. Dan heeft ze de rollator nodig. Ik zit gevangen, ja. Ik kan ook geen vuil naar beneden brengen. Ik kan ook geen boodschappen naar boven brengen. Ik kan mijn rollator niet meenemen. Dus ik ben gehandicapt. Een buitenlift zou de oplossing zijn. Maar volgens wooncorporatie Woonstad kost het tijd om die aan te vragen. Is het dan niet handig dat u die buitenlift nu gewoon vandaag aan gaat vragen? Want dit, als ik u zo hoor, kan dit nog wel even gaan duren. Nou, misschien is het inderdaad een heel goed idee om die procedure gewoon op te zetten en te kijken waar die liften beschikbaar zijn. Dus u bent wel bereid om vandaag al actie te ondernemen om deze mensen te helpen? We zijn de hele dag al drukdoende en de voorgaande dagen ook om te kijken welke maatregelen we kunnen nemen en het probleem op te lossen. Woonstad moet gewoon zorgen voor zijn bewoners dat ze naar buiten kunnen.